Dan terug naar hele andere realiteiten. Vaccinaties van het ziekenhuispersoneel en de acute zorg is bijna afgerond. Ja, vandaag het laatste plukje van die groep. Dat zegt het landelijk netwerk acute zorg. En dat betekent dus dat al die mensen in ziekenhuizen in de acute zorg hun eerste vaccinatieprik hebben gehad, moet ik zeggen. En door het hele land kunnen zorgmedewerkers die daarvoor in aanmerking komen vanaf vandaag terecht bij de GGD's. Dat betekent dus dat de laatste priklocaties vandaag open gaan. We starten vandaag op 25 locaties met volledig vaccineren de eerste ronde. Dus dat betekent dat we de komende 3 weken gaan we meer dan 200.000 mensen vaccineren. We hebben het zo ingericht dat we nu al voldoende vaccins hebben voor ook die tweede prik. Er komen nu zoveel vaccins dat we toch in staat zijn om heel veel mensen te gaan vaccineren. Dus ja, dan gaat het over hele grote aantallen, echt miljoenen per week. Ik ben er wel trots op dat we dit zo met z'n allen hebben kunnen neerzetten. We hebben heel veel massavaccinaties gedaan, maar nu gaat het over de hele bevolking. Het is ja, het begin van het einde van de pandemie. En dat maakt wel, ja, het is nog geen feestje, maar het geeft wel een feestelijk gevoel. Ja, en toch zijn er ook veel zorgen, bijvoorbeeld over die mutatie van het Britse coronavirus. En daarom pleiten sommige mensen ervoor om, net zoals dat in het Verenigd Koninkrijk willen gaan doen, dag en nacht te gaan prikken en dus geen seconde te laten gaan. Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, die pleitte daar eerder ook al voor, omdat hij natuurlijk hoopt dat we binnenkort dan ook weer evenementen kunnen organiseren. Maar in de Telegraaf lezen we deze ochtend dat we dat echt niet hoeven te hopen. Het gaat simpelweg niet lukken. De verwachting is nu dat we per week 1 miljoen doses vaccins kunnen gaan krijgen. Daar zet Nederland in ieder geval op in. Ja, en dat kun je gewoon overdag allemaal prikken. Dat hoeft dan niet 's nachts. En meer is er niet. Ja, niet 's nachts prikken dus, waarschijnlijk.